Kijk, zie, het komt een keer terug. Let op. Nee, doe ik het weer, hè? Komt ie. Moet ik mezelf voorstellen of... Zo, we staan hier opnieuw naast Maria's chimpansee-diploma. En ook naast Maria. Zoals je kunt zien, het eerste puntje op haar diploma is de gezondheid. Er staat momenteel nog een vraagteken naar. We gaan er eigenlijk een vinkje van maken. Zo, dan dus heeft eigenlijk de quarantaineperiode goed doorlopen. Er is één nog dingetje die ze nog niet helemaal zeker over zijn, dat is de hepatitis B. Het is nog niet helemaal uitgesloten dat ze hepatitis B al dan niet heeft. Gelukkig heeft dat geen invloed op haar toekomst en kan ze nu gewoon lekker naar andere chimpansees. Maar ze gaan er wel nog behandelen alsof ze hepatitis B besmet zou kunnen zijn. Ik ben dierenverzorger in de quarantaine en Maria is net uit de quarantaine gegaan. Dus dat wil eigenlijk een beetje zeggen dat mijn taak erop zit. Dus ik ga er vandoor, Maria. Tot de volgende. We zien elkaar nog. Veel plezier met Max. Het is ook een leuke jongen hoor. Hij ziet er niet zo uit, maar het is echt een leuke jongen. Oké, doei doei. Hey, joehoe, hallo. Hey. Maria is klaar met haar quarantaineperiode en die komt dus nu onder verantwoordelijkheid van de verzorgers van het chimpanseecomplex. En zij heeft hier haar eigen buitenverblijf van de quarantaine. En ze moet natuurlijk bij ons in de hal gaan komen. En dat houdt in dat ze door twee verblijven heen moet lopen en dat ze dan in het juiste verblijf zit. En de verblijven die zijn aan elkaar geschakeld met luiken. En die luiken die gaan we straks openzetten en dan krijgt Maria dus de gelegenheid om een kijkje te nemen in het buurverblijf. Die zit dicht. Oké. Goed, nou ik ga naar buiten laten. I left the locked S1 out and double checked S3 out. Q out en S1 out en we're giving Maria access to outside. Doe maar. Ja. Je bent de beste, hè? Ja, ga eens even kijken. Ja, ze is voorzichtig, want we weten van Maria dat alles wat nieuw is, dat ze dat spannend vindt. En dat het gewoon een tijdje duurt voordat ze daar goed mee omgaat. Dat hebben we ook gezien bijvoorbeeld toen ze voor het eerst naar buiten toe ging. Dat heeft ook een dag of 10 geduurd. Dus ja, het feit dat die schuiven nu openstaan, ja, dat vindt ze wel heel interessant. En ze kijkt ernaar vanaf een afstandje, maar echt daar doorheen gaan, daar zal ze toch nog wat meer zelfvertrouwen voor nodig hebben.
bedoeling is dat Maria dus eerst gaat wennen aan haar nieuwe buitenverblijf. En dat ze goed naar binnen en naar buiten gaat. En niet bang is voor de geluiden en alle handelingen die daar plaatsvinden. En als ze helemaal rustig is, ja, dan gaan we beginnen met die introductie. Dus ze bepaalt eigenlijk zelf het tempo. We weten nog niet 100% zeker of Maria vrij is van hepatitis B. En gelukkig heeft dat geen invloed op de keuze voor Sony om haar met Sony samen te voegen. Want Sony die heeft een natuurlijke bescherming voor hepatitis B. Dus die twee die kunnen zonder gevaar of zonder problemen kunnen ze samengevoegd worden. Kijk, ze lopen nu nog even naar het luik. Nou, zover is het nog nooit geweest. Supergoed. Kijk, nou is de GoPro. Nu gaat ze zelf vloggen. Ze heeft in het luik gezeten. Dus we hebben toch weer een klein stapje gemaakt vandaag. Dus het gaat centimeter voor centimeter. Hey meisje. Mag ik hem eens hebben? Hey. Ja, kom eens. Ja, ja. Ja. Nee. Mag ik die hebben? Ja, 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 ja. Kom maar. Even maar. Nee, zie je? Ben jij een boef, zeg? Het is. Hey, geef de GoPro maar. Ja, 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 ja. Nou, je kan het niet geloven, maar ik moet de camera gaan halen. Nou, die wil je nog niet teruggeven, volgens mij. Dus dat zal in ieder geval mooie beelden gegeven hebben.